Ja, zeg maar. Goed. Ja? Ja, zeker. Welkom, jongen. Dankjewel. Ja. Mohammed Allah. Mo, word je ook vaak genoemd. Hoe laat je je noemen hier? Mo. Nou, ze mag ook Mo met zeggen, dat duurt alleen zo lang. Dus Mo is prima. Ja. Ja. En wat gaat Mo hier doen bij Vitesse? Wat ik hier ga doen? Ik ga eerst eens even de komende weken kennis maken met de mensen hier. Dus een goede organisatie scan maken. Een stukje cultuur van Vitesse proberen in me op te nemen. En dan gaan we aan de bak. Zeker een aanwinst voor Vitesse. Ik denk dat we een zwaar gewicht hebben binnengehaald. Een heel energieke, inspirerende man. Een open persoonlijkheid. Er zijn geruchten dat de voorganger van Allach, Ted van Leeuwen, in een andere functie terug zal keren bij Vitesse. De toekomst zal leren, zal dat uitwijzen of dat gebeurt, ja of nee. Maar het is op dit moment niet aan de orde? Het is op dit moment niet aan de orde, nee. Allach had als technisch directeur van de KNVB het WK in Brazilië mee kunnen maken. Intensief met Van Gaal samengewerkt en we werkten echt naar het WK toe. Ja, dan vraag me af, was je klaar met Louis van Gaal? Nou, je bent nooit klaar met Louis van Gaal. Hij is een zeer boeiende man, een ongelofelijke professional. En wat dat betreft hebben we een goede, warme en inhoudelijke relatie met elkaar. En het was echt twijfelen, want ja, goed, een WK is natuurlijk niet niks om mee te maken. Maar goed, de uitdagingen bij Vitesse, dat lijkt me toch wel wat aantrekkelijker. Mo Allach vindt op zijn eerste dag al aardig de weg binnen Vitesse. Zijn vingerafdruk opent nu al alle deuren.